Op. Jan heeft 16 punten en Lydia 15 punten. Dus bovenaan is het spannend. De volgende. Vijf letters. Vrucht. Jan drukt alweer. L1, braam. L1, braam is goed. Ja hoor, rechtsboven in ons zoekraadsel. Braam. En alle letters verdwijnen op weg naar die uitdrukking voor 10 extra punten. Zes letters nu. Optocht. Optocht. Hey Wietske, zet hem op. Parade. H2. Parade H2 is goed, jawel. De eerste punten zijn binnen voor Wietske en dat zijn er maar liefst 10. Heel goed hoor. Parade, alleen de R blijft staan. Vijf letters nu. We zoeken een bloem. Wietske weer. Lely J3. Dat is fout. Lely J3 is fout. Lydia? J7. Ja. J7 en het woord? Lely. Heel goed, heel goed. 10 punten voor Lydia erbij. Lely J7. Alleen de I blijft staan. Dan 7 letters en we zoeken een hond. Arie, duidelijk leesbaar. F4, terrier. F4, terrier is goed. Ja hoor, heel duidelijk leesbaar in ons zoekraadsel. Terrier, de hond die we zochten. En hij krijgt er 10 punten bij, Arie. 5 letters nu. Adellijke titel. Hey, dat is ook snel, Arie. Ja, dat is L6 Baron. L6 Baron is goed. Ook duidelijk leesbaar en we zijn op weg naar die uitdrukking. Arie zegt niets. Zij weten hem denkt ook, bedenk ik ook niet. Heel erg spannend. 10 punten in ieder geval erbij voor de Arie. 7 letters nu. Arie drukt, dat is heel snel. Finland. Finland is goed, G1. Dat wilde ik vragen. Finland G1. En dat betekent nog eens een keer 10 punten voor Arie erbij. En de uitdrukking ziet hij nog niet, dus we gaan snel door met de... Nee, dat is helaas buiten de tijd. Jan mag niks zeggen, want je moet eerst een goed antwoord geven. Dat mag, zeg het maar. F3, geweer. F3 en geweer belofte maakt schuld. En belofte maakt schuld is ook goed. 20 punten voor Jan erbij. Dat gaat snel. Wat een snelheid. Zomaar even in de laatste vraag. 20 punten gescoord voor Jan Stobbe uit Almere. Hij heeft daarmee 46 punten behaald. We zijn daarbij ook aan het eind van onze ronde gekomen. Wietske Verbeek heeft 10 punten. Arie Koen heeft ook heel goed gescoord met 40 punten. En Lydia Leijster is in ieder geval over naar de volgende ronde. Zij heeft 25 punten. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Wietske Verbeek, helaas. Maar ze gaat niet met lege handen naar huis. Kijk eens even. Deze prachtige puzzelboekjes, die krijg je mee naar huis. Kleurig als altijd. Alsjeblieft, die overhandig ik je. En natuurlijk een heel mooi aandenken aan dit programma. Want we laten je niet met lege handen naar huis gaan. Kijk eens even, de puzzelfavoriet in gouden letters. En het beroemde gouden puzzelpotlood daarin met inscriptie NCV als aandenken aan deze avond. Dat was Wietske, dames en heren. Alsjeblieft. Alsjeblieft, goed voor jou. Ronde 2 is nu aan de beurt en dat is het kruiswoordraadsel. We beginnen met een leeg raadsel wat we gaan invullen aan de hand van mijn omschrijvingen. Snel drukken is heel belangrijk, want om de zoveel seconden komt er een letter bij op de goede positie, maar gaat er een punt vanaf. Op het moment dat een woord niet geraden is, blijft het gewoon staan. En dan mag je proberen, als je een goed antwoord hebt gegeven, om alsnog dat woord in te vullen. Dus goed onthouden wat de omschrijving is, want die geef ik maar 1 keer. En in het rode vakje steeds weer het aantal punten dat je kan behalen. Als kruiswoordraadsel vol is, dan weten we wie erover gaat naar ronde 3 en ook naar onze kwartfinale. Want daar spelen we nu ook voor. Jan, Arie en Lydia, heel veel succes. Ik begin bij 12 horizontaal. Dat is nu verlicht. Een woord van 3 letters. Schop. Lydia drukt als eerste en zei... Spa. Spa is goed, zonder dubbeltjes, 3 punten erbij. Lydia Leijster, heel goed. Weer 3 letters, 3 punten te behalen. Telwoord. 17 horizontaal zitten we. Jan? 11. Dat is fout. Lydia? 1. 1 is goed.